Jij voorop. Op 29 september is Antoine Baudard hoofdcelebrant in een viering vanuit de Friese kerk in Rome. Voorafgaand aan de viering heeft Leo Feijen een geloofsgesprek met hem. Het valt me op dat hier zo ontzettend veel pelgrims komen. En niet waar ik ook ben, in Nederland of hier of waar dan ook, dat men altijd je aanspreekt op die Friese kerk. Kennelijk zoeken Nederlanders toch ook hun eigen plaats. Dames en heren uit Nederland en Vlaanderen, goedemorgen en welkom vanuit Rome. U bent rechtstreeks verbonden met het Sint-Pietersplein, waar paus Franciscus straks de traditionele zegen Urbi et Orbi zal uitspreken. De zegen voor de stad Rome en voor de wereld. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maniat semper. Amen. Zoals ieder jaar met kerst een speciale uitzending vanuit de eeuwige stad, waarin Antoine Baudard het afgelopen jaar beschouwt. We zijn hier opnieuw in Spoleto, dus 2 uur rijden van Rome, in de kathedraal met de schilderingen van Fra Filippo Lippi. En in het kerstgebeuren, zoals we zien, is niet alleen het kindje natuurlijk prominent aanwezig, maar zo mogelijk nog prominenter, hoe vreemd ook, de os en de ezel. En de os en de ezel komen niet in het kerstverhaal voor. Maar volgens Jesaja 1, vers 3, is de os degene die zijn eigenaar kent. En de ezel kent de kribbe van zijn heer. Fratelli e sorelle, buonasera. Jorge Bergoglio is de oudste uit een Italiaans immigrantengezin. 5 kinderen. Vader werkte als boekhouder bij het spoor. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. De populariteit van onze nieuwe paus Franciscus is groot. In navolging van zijn voorbeeld, de heilige Franciscus, pleit hij voor een kerk voor de armen. Una chiesa chiusa è lo stesso, è una chiesa ammalata. La chiesa deve uscire da se stessa. Dove? Verso le periferie esistenziali, qualsiasi siano. 1 jaar na zijn uitverkiezing in maart 2014 brengt RKK de serie Baudard door het land van Franciscus.